Gezond ouder worden is behalve een taak voor jezelf ook een taak van de gemeente. Dat heeft fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie afgelopen weekend gezegd in het UMCG. In het ziekenhuis werd door staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gesproken over de gezondheidszorg en het preventief beleid dat in Groningen gevoerd wordt. Volgens Jongman kun je als stadjer heel veel zelf doen om gezond oud te worden, maar is de hulp van de gemeente onontbeerlijk. Bijvoorbeeld doordat mensen in de openbare ruimte goed kunnen bewegen, goed kunnen sporten. En dat je ergens waar je woont, dat er ook voldoende groen is om naartoe te gaan. Je kunt ook denken aan andere manieren van hoe leef ik bijvoorbeeld. En als je daar goede voorbeelden van ziet, dan ga je daar zelf ook over nadenken. En wat we vanochtend hoorden, hoe gezonder jij voor een operatie bent, hoe gezonder jij er ook uitkomt. Groningen heeft gezond ouder worden hoog in het vaandel staan. De staatssecretaris liet weten onder de indruk te zijn van het onderzoek Lifelines en het programma Better In, Better Out dat op het UMCG wordt uitgevoerd. Waar het gaat om gezondheidszorg, preventief beleid, top. Er is hier een heel breed onderzoek, Lifelines onderzoek, waarin een heleboel mensen in beeld worden gebracht om te kijken hoe die leven, of er genetische invloeden zijn bij ziektebeelden. En dat onderzoek is zo breed, dat is zelfs over de hele wereld een heel bijzonder onderzoek. Er zijn maar een paar landen die iets vergelijkbaars doen. Dat doen ze hier in Groningen en de noordelijke provincies. Jongman wil ervoor zorgen dat in de nieuwe gemeente, die vanaf 1 januari een feit zal zijn, gezondheid hoog op de agenda blijft staan.